De afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken is bezig met het vervangen van verouderde verkeerslichten op diverse kruispunten. Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer, is de vervanging noodzakelijk omdat de oude verkeerslichten het vaak laten afweten. Vanwege gebrek aan materiaal en beperkte financiële middelen worden de verkeerslichten nu pas vervangen, zegt Wip. Er zijn een aantal zaken die ten grondslag liggen natuurlijk. De middelen moeten er zijn. Je moet weten wat voor systeem je wil hebben. Je moet weten of er een verkeerslicht moet zijn of er een andere maatregel moet getroffen moeten worden. We hebben momenteel gekozen voor een verkeerslicht. En het zijn verkeersafhankelijke verkeerslichten die op basis van de intensiteit het verkeer kunnen regelen. En dat is in feite de reden waarom het zo lang heeft geduurd. Er wordt op 5 andere locaties gewerkt, namelijk op de kruispunten Zwarte-Novenbrugstraat, Dr. Sofie Redmondstraat, de Ringweg Nieuwe-Charlesburgweg, Koesewijnenstraat, Rustenbergweg en de Evram-Zegenweg, de Quattaweg, de Kernkampweg en de Washingtonstraat en de kruising van het Van het Hogeruitstraat en de Willem-Campagnestraat. Naast de vervanging van de verkeerslichten gaat het ministerie nog meer doen, zegt Wip. Nou, los van de vervanging, op de 5 locaties waar nieuwe verkeerslichten komen, komt ook een nieuw verkeerscirculatieplan. Dus het zal niet alleen zijn het verkeerslicht vervangen, maar ook de verkeerscirculatie van het omliggend gebied wordt aangepakt, waardoor er wat wijzigingen zullen komen in de verkeerscirculatie. En dat zal op alle locaties zijn. Voor wat betreft andere maatregelen, het is de bedoeling dat ook andere verkeerslichten worden vervangen. Omdat de verkeerslichten die we nu hebben, die zijn beperkt in het functioneren. De nieuwe verkeerslichten hebben veel meer mogelijkheden, waardoor we de afwikkeling van het verkeer kunnen stimuleren en ook de cyclustijden kunnen verkorten. Dat was Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Hij sprak vanmorgen in verband met de vervanging van verkeerslichten op verschillende kruispunten.